Cultuurinactie.nl, dat is de website waar je naartoe kan gaan. Het is natuurlijk heel belangrijk om je stem te laten horen. Virtueel demonstreren, dat is iets wat nu heel belangrijk is geworden in deze tijden van corona. Omdat het gewoon niet kan met z'n allen op het Malieveld. Maar als wij de cijfers zien, dan staan er al zo'n 225.961 mensen die allemaal in de cultuursector werken. Mensen die in de entertainmentsector werken. Schrijvers, columnisten, acteurs, actrices, zangers, zangeressen, noem het allemaal maar op. En de mensen die ook achter de schermen werken, zoals geluidsmensen en cameramensen, die allemaal dit vak natuurlijk zo belangrijk vinden, daarom dat ze hun vak daar ook van gemaakt hebben. Niels Elsinga, die is bij ons aangeschoven. Je bent schrijver. Ja. Dit is echt een lullige periode natuurlijk, hè? Ja. Want jouw eerste boek zou uitkomen. Nou, het is wel uitgekomen. Oh, het is uitgekomen. Dat nog net wel, gelukkig. Okay. Maar het is wel allemaal even heel wat anders gelopen dan ik gepland had. Maar dat moet je maar even uitleggen. Want als je een boek schrijft, dan je hoeft geen mensen te zien. Dat boek is al geschreven. Uitgeverij kun je ook telefonisch doen. Boek ligt in de winkel. Ik zou zeggen, dat is toch een hele makkelijke manier van, nou, niet van promotie maken, want daar wringt het natuurlijk een beetje. Ja, daar wringt het een beetje, ja. Ja. Ik had inderdaad wel het idee dat het allemaal op rolletjes liep. We hadden heel veel mooie promoties staan, maar daar is gewoon best wel veel van meteen van tafel geveegd toen corona om de hoek kwam kijken. Ja. Ik zou bijvoorbeeld op een talkshow op de publieke omroep komen, samen met mijn vader. Dat boek gaat over mijn vader deels. Ja. En nou, dat ging niet door, want ineens was corona daar. En dus alles wat niet met corona te maken had, dat ging op de baan. En ik heb vanuit thuis nog wel ook bijvoorbeeld op radioshows gesproken. Maar dan moest je via een appje inpluggen. En dan ging die app weer kraken en donderde ik de uitzending uit. De Lucie-app, de bekende Lucie-app. De bekende Lucie-app, ja. Ja, je kent hem als radiomaker natuurlijk. Klopt. Voor mij was hij nieuw. En ja, dan stond ik in de hoek van de kamer nog te proberen om ontvangst te krijgen. Ja. En zo half vloekend. Maar die promotie is niet doorgegaan. Dat betekent deels niet, nee. Dat er, of tenminste voor een deel, dan niet. Dat heeft effect op de verkoop. Ja, dat heeft effect op de verkoop, ja. Hoeveel boeken zijn er verkocht? Nou, ik heb net toevallig vorige week de cijfers een keer opgevraagd bij de uitgeverij. En we zitten nu aan 1150 ongeveer. En dat is veel te weinig? Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet heel per se. Maar ik denk wel dat als ik... We zouden bij Tijd voor Max op televisie komen. Als er 800.000 oudere Nederlanders naar mij en mijn vader hadden gekeken. Denk ik wel dat daar als 1% daarvan een boekje had gekocht. Dan was ik al 8.000 exemplaren verder. Ja. Dus dat is wel heel jammer dat dat niet gebeurd is. Nee. En, ik zou nu ook eigenlijk door het land... tenminste had ik me dat zo heel poëtisch voorgesteld, nog net niet op een paard, maar wel het land in om mijn boeken dus voort te dragen uit eigen werk, boekhandels. Dat soort dingen zijn dus allemaal niet doorgegaan. Nu zit je in de langste talkshow die ooit is gemaakt. Ja. Dus wat dat betreft is dat al een vooruitgang. Ja, dat maakt wel alles goed, hoor. Dat maakt alles goed. Dus virtueel demonstreren, en dat betekent ook dat er online... Ja. Dit wordt allemaal uitgezonden natuurlijk. Vertel even waar je boek over gaat, want dat is misschien wel belangrijk. Ja, mijn boek... ik heb een reis gemaakt van een maand met mijn vader. Ja. En we hadden een beetje een stroeve relatie. En dat kwam omdat mijn moeder is overleden 22 jaar terug, toen ik 17 was. Mm-hmm. Nou, dat is nogal een handgranaat geweest in het gezin. En heel lang verhaal samenvattend zijn we een maand door voormalig Joegoslavië gaan reizen. Om elkaars recht aan te kijken. En te kijken wat er nou allemaal aan onder de oppervlakte niet was uitgesproken nog. En om elkaar opnieuw te leren kennen. En zonder om alles weg te geven, want we moeten het boek natuurlijk nog lezen. Ja, jullie moeten het boek allemaal lezen, dat sowieso. Hoe ging dat? Nou, het is een van die ervaringen geweest die achteraf fantastisch. Hè, ook omdat er een boek uit voortkwam. Maar tijdens de reis niet? Nou, het was wel pittig af en toe. Ja? Ja, zeker in het begin. Ik was denk ik niet langer dan een weekend met mijn vader weg geweest sinds de middelbare school. Dus ineens een maand samen op hotelkamers delen. En hij is een stuk ouder dan ik en heeft een totaal ander levensritme. Ja. Dus dat was in het begin wrevend dat de vonken er vanaf vlogen. Ja. Hebben we een paar keer goed onze kop gestoten en we moesten echt aan elkaar wennen. Okay. Ja. Stel dat je reclame moet maken voor het boek. Hoe kun je het beste typeren? Nou, ik denk dat het een heel mooi verhaal is over hoe je rouw kunt verwerken en hoe je heling kunt vinden in...
Ja, in familierelaties waar verlies heeft opgetreden. Ik denk, ik ken in mijn eigen vriendenkring zoveel mensen die een of twee, of zelfs al twee ouders, of waar verlies is geleden. En ja. Dat is zo vaak, heeft dat zo'n zware invloed op de achterblijvers. En ik denk dat door dit verhaal, dat is mijn grote hoop met dit boek en ook wel mijn verwachting, is dat het in andere gezinnen waar dit soort trauma heeft plaatsgevonden, heling kan brengen. Ja. En misschien ook, hoef je ook niet per se dat er een ouder is overleden. Het kan ook zijn dat je, daar heb ik ook al veel verhalen over gehoord, van ik heb gewoon mijn vader al 10 jaar niet gesproken, of ik ga gewoon niet zo lekker met mijn moeder. Mm-hmm. Dat die mensen die zo'n boek lezen misschien ook denken van, misschien... Maar die periode, want je zegt het is 17 jaar geleden. Dat is een hele... Ik was 17, 22 jaar geleden. 22 jaar geleden, 22 jaar geleden. Ik ben 39 nu, ja. Dat is een hele lange periode voordat je dan echt daar met je vader over kan praten. Ja. Nou is die reis wel 2,5 jaar geleden dus, maar dan nog... Het was 20 jaar geleden. Het was 20 jaar geleden. Het was erg lang, is daar overheen gegaan. En ik denk, we zijn eerst een jaar of 10 helemaal onze eigen, echt van elkaar weggedreven. Mm-hmm. Allebei ook behoorlijk depressief geworden en echt enorme worsteling doorgemaakt. En dat heb ik op reis ook allemaal van hem gehoord, want dat had ik allemaal ook een beetje geblokt in die tijd. Ja. Ja, en daarna ben ik door een ontzettend proces van rouwverwerking en traumaverwerking heen gegaan. Blijkbaar heeft het 2 decennia moeten duren voordat we echt weer... En heb je die reis gemaakt om dat boek te schrijven? Of heb je die reis gemaakt en na afloop kwam je terug en zegt ik ga daar een boek over schrijven? Een beetje ertussenin, maar ik wilde die reis sowieso maken. Dus of er nou een boek van was verschenen of niet, die reis, gewoon echt het intermenselijke tussen mij en mijn vader, dat stond voorop. Ja. En ik ben journalist ook en ik had een artikel geschreven in Trouw. En toen ben ik gebeld door een uitgeverij die daar wat boekmateriaal in zagen. Okay. Dus dat is eigenlijk een soort open deur die ik zelf niet gezien had. Nee. Je hebt gekozen voor de Balkan Blues, want zo heet het boek. Ja. De Balkan, dat was de reis waar het naartoe ging. Niet Disney World of zo? Andere... Nou, het is grappig dat je het vraagt, want ik heb me tijdens die reis, dat staat ook in het boek, nog wel eens afgevraagd waarom we niet gewoon wijn zijn gaan drinken in Zuid-Frankrijk. Miami aan het strand gaan liggen of ja, zo. Ja, waarom doe je dat niet? Maar dan komen de verhalen waarschijnlijk niet los, hè? Nou ja, goed, achteraf misschien is elk nadeel op zijn voordeel of zo, maar... Voormalig Joegoslavië was wel een beetje een heftig gebied eigenlijk om heen te gaan. En daar hadden we in alle eerlijkheid niet zo heel goed over nagedacht. Nee. En de relatie tussen jouw vader en jou? Die is heel stuk warmer dan vroeger, Die is een stuk beter geworden. Ik denk dat die warmte er altijd wel geweest is. Alleen, gewoon... Er zat te veel ruis op de lijn. En... dus door echt met elkaar een maand te zakken en steeds dieper te komen die band is echt een stuk warmer geworden. Nu overigens is het weer lastig, want ik kan hem natuurlijk niet regelmatig zien. Nee, omdat hij wat ouder is. Ja, hij is echt. Hij vindt zelf wel niet, maar hij zit in alle 13 risicogroepen zit mijn vader allemaal, weet je wel. Vinden dus... mensen die wat ouder zijn, vinden dat allemaal niet. Nee. Maar ik vind dat wel. Dus, dat is wel. We hebben elkaar nu wel 1 of 2 keer weer gezien. Ja. Maar het is veel bellen. Komt er een nieuwe promotieronde voor het boek? Nou, Vaderdag lijkt me heel erg de moeite waard juist. Nou, Vaderdag komt eraan, 21 juni. Dus dat is wel een mooie gelegenheid. Ik ben zelf aan het voorlezen op Facebook en ik gebruik alle digitale middelen die ik heb om van de daken te schreeuwen dat dit boek mooi is voor vaders en zonen. En überhaupt voor kinderen en ouders. Mooi. Wij allemaal dus. Ja. Maar Vaderdag, daar gaat de uitgeverij ook nog wat allemaal digitaal ook, mooi. Ook pushen en zo. Ik wens je heel veel boekverkopen toe. Dankjewel. Niels Elsinga, je eerste boek, je debuut heet Balkan Blues. En het ligt nu in de winkel en overal is het te bestellen, toch? Zeker. Dat soort reclame mogen we wel maken. je gaat ook tekenen? Ja. Voor hoeveel mensen? Nou ja, het was allemaal nogal spontaan dit. Dus ik dacht eerst de hele uitgeverij, maar ik weet eigenlijk niet eens hoeveel mensen daar werken. Dus... 50. Nee, 100. Maar ja, we maken er 5 van. Om 5? Mijn redacteur, mijn uitgever, de PR-dame en van de marketing had ik gedacht. Zullen we je vader er ook bij doen? 6? 6? Ja. 6 man. Heel goed. Je kunt het ook afmaken op 10 hoor. Want er werken veel mensen bij die uitgeverij. Nou ja, dan doen we er 5 bij, dan maken we er 10 van. Top. En dan zijn er nog wat mensen die je vergeten bent. Ja, goede deal. Makkelijk is het. Veel succes, Niels. Dankjewel voor je komst. Leuk om je te ontmoeten. Ja, nou, wederzijds. Nou, was het echt...
één van deze bakjes. Nieuw of gebruikt? Ik weet niet wat je mag gebruiken. Dat moet je... Nou ja, ik probeer het maar gewoon. Misschien is het een gebruikte. Oh ja, dat moet, hè? Ja.